hangt een Belg uit de boom? Geen idee. Wil je het weten? Heel graag. Hij gaat aan een blaadje hangen en wacht tot het herfst is. Er gaat ook constant van alles fout. Geregeld, geregeld en nog iets geregeld. Kun je even terug, Nico, maar ik heb het niet nodig. Nu ben ik niet zoveel aan het doen. Ik merk dat het zo wat begint te wegen. Zo. Aanwezig. Ja, excuseer. Ik heb net gegeten. Hoe vang je een Nederlander? Hoe vang je een Nederlander? Je wacht totdat hij aan het drinken is en hij sluit de wc-bril toe. Want zo'n live radio-uitzending, daar komt heel veel stress bij. Heel, de zenuwen gieren door je lijf. Radio. Nu ben ik niet zoveel aan het doen. We zijn voortdurend bezig met nieuwe dingen te zoeken. Voor. Nee, niet voor. Voor. Waarom? Voor. Radio. Voor. Voor. Engels. Ja, tuurlijk. Voor. 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 Blaffende honden beter niet, hè. Zie, dat is bijna racistisch, dat. Daar doe ik niet aan mee. Dat doe ik niet aan mee. Heel chaotisch. Iedereen liep door elkaar. Een douche te nemen om mij zelf een scheerbeurt te geven. En om vanavond weer een beetje fris te zijn. Hè. Zo heb ik het graag. Far. Nee, ja. Maar iedereen is gewoon heel hard bezig met werken. Zit er een of andere... Wauw, wat is er wel aan mijn voor? Ik begin snowerig te worden. Dat ze zich niet meer kunnen opwinden, dat is ook typisch aan... De luiheid van de Belgen of zo? Soms. Dat kan gebeuren. Vannacht, ja. Het kost ook tijd om op elkaar ingespeeld te geraken. Het is ook een voortdurend wisselende ploeg. Oké, maar ik ga even kijken dan. Beste interview. Proficiat daarvoor. En dat was het ongeveer. Radio. Four. Live? Radio. Four. Live.